De vraag is nou: is het nou zinvol of onzin om daar uh, morten jelletjes ja. op het menu te gaan zetten? Ik, ik zit hier aan een glaasje behanglijn. En. Ja. Uh, ja, lekker. Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over dure Zweedse hydrogels van Morten. Zinvol of onzin? Ze zijn niet meer weg te denken uit het wielerpeloton, de triatlonwereld of de marathonscene. De sportdrank en gels van het Zweedse Morten. Hun technologische innovatie belooft de sporter tijdens inspanning meer koolhydraten met minder maagdarmproblemen. Laten de wetenschappelijke studies dit inmiddels ook zien? En zijn ze al die euro's echt waard? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen. Daar en zijn we het? weer. Zeker. Een uh, aflevering in de klassieke serie, zinvol of onzin. Ja. En dit is uh, echt een kolfje naar ons hand, want we gaan het hebben over iets wat een uh, serieuze investering vraagt. In dit geval in euro's. Jij weet het, hè? Uh, ja. Ik uh, heb ze gebruikt en uh, we gaan ons afvragen, is dat nou uh, ook wetenschappelijk gezien onderbouwd? Uh, om uh, inderdaad hydrogel technologie te gebruiken in je sportvoeding. Ja. Dat doet het merk Morten. Zeg jij Morten of Morden? Morden. Ja, wat Morten. zeg jij? Morten. 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 Ja, Morten. Je schrijft Mouten. Ja. M-A-U. Ja. Komt uit Zweden. Ja. Belangrijke opmerking even. Wij worden uh, helaas, zeg ik dan even, deze aflevering niet gesponsord. Maar we hebben het wel over een product, omdat het uh, ja, ons fascineert. Uh, en nogmaals, omdat hij een klassieker is in de categorie. Um, we gaan op zoek naar het antwoord op de vraag: waar, hoe werkt het? Waarom is het zo duur? Welke benefits worden verwacht? En, en, en kunnen we die ook met wetenschap staven? Uh, en we gaan dan uiteindelijk jou helpen met het antwoord op de vraag: nou, moet je daar dan ook maar die dukke euro's aan uitgeven? Uh, wanneer wel, wanneer niet? Ja. En op het einde even zoomen met voemen, hè? Waar, uh, wat vindt hij er eigenlijk van? Precies, we zijn ook een Morten-fan, zoals ja. jij dat wel bent, namelijk. Ik ben dat, dat geworden. Ik, sinds de aflevering in Rotterdam. Ja, ik heb uh, in mijn marathonavonturen tot nu toe altijd moeite gehad om genoeg te eten. En uh, kreeg op een gegeven moment die tip. Uh, en, en ja, ik, Van wie kreeg je die tip? Ja, dat vraag je al een paar keer aan mij. Ik, ik ken het via jou, zeg ik dan altijd. Ja. Maar dat geloof jij niet. Nee, want uh, zover ik het weet, uh, gaat onze, dan gaat het terug naar de aflevering. Acht denk ik over sportrankjes. Nee, nog daarvoor. Eigenlijk bij het starten van deze podcast, schreven wij een mooie introtekst voor uh, de website. Ja. En die hang jij op aan de twee uur. Ja. Nee, de onder de twee-uur poging van Kipchoge. Kipchoge. Ja. Een marathon sneller dan twee uur. En dat daar allerlei innovaties worden uh, geprobeerd of toegepast. Ja. En één daarvan is de ja, sportrank Martin. En ik ben dan ergens gaan denken ja. de afgelopen twee jaar. Nou ja, als het dan zo goed was voor die recordpoging, ja. dan moet ik dat ook maar. Uh, maar gaan pakken. ik heb ook wel eens een keer geschreven, in ieder geval, en wel gezegd dat innovaties kunnen ook puur mentaal helpen. Hè? Het idee ja. van innovatief bezig zijn, nieuwe dingen gebruiken, die andere toppers ook gebruiken. Ja, nou in ieder geval. Uh, in... Nou, en, en het tweede argument is wel: ik dacht op een gegeven moment wel baten het niet schaadt het niet. Ja. Misschien wel mentaal. Ik ga zo'n doos bestellen ja. met Shells. Ik ben me wild geschrokken van de prijs. Om dat gelijk maar even te noemen, een doos van 12 gels betaal je 36 euro voor. Oftewel en... 3 euro ja. voor een gelletje van 40 gram. Ja. Maar toen kwam de leuke verrassing. Uh, je ziet op hun website al de claim. Ja, uh, wacht even. Wat wij maken is gel. Wat andere mensen in zo'n zakje stoppen is siroop. Ja. Had ik niet goed door. Maar inderdaad, als je hem openmaakt en hapt. Het is, het is, een, het, het is een soort halfvaste substantie. Uh, algina, denken ze nou, gaan zo ja. induiken wat het is. En essentieel, het is veel minder zoet. En daar ben ik met name in, uh, toen ik uh, langer drie uur trainingen vertelde ik over en, en iedere half uur zo'n ding eten. Je blijft er wel zin in houden. <laughs> Terwijl bij klassieke shells, ik weet niet, eet jij wel zelfs Of wat, wat sportshells zijn? Heel, ja, ik ben eigenlijk van de bananen. Hè? Ja. Als het dan moet af en toe een jelletje. Maar ja, die zijn, zijn inderdaad meer heel, zoet. Meer zoet. En, ja. uh, zeker als je daar twee of drie van pakt. Dan, moet je bij drinken. Dan uh, uh, gaat en, je bek uh, helemaal ja, omstaan van ja, het zoetigheid. En uiteindelijk loet. heb jij dus zo pak een beet voor uh, 30 euro. tijdens Rotterdam Rotterdam marathon uh, ja, gegeten. Ja, nou, ja, uh, een uh, goede leus uh, gehad. Ja, ja, ja. nou, ik had uiteindelijk het voedingsplan. Uh, waar we op weg gingen was uh, iedere 20 minuten. Uh, dus ik, dat zou ik op acht uitkomen. Ik had uh, twee triathlonbanden met aan iedere kant uh, drie lusjes in totaal. Ik had twaalf lusjes. Ja. En ik dacht wel, omdat ik al een keer in de training vertelde, toen ik in die aflevering toen had meegemaakt, dat ik me uit een dip kon eten. Ik dacht nou, beter onverlegen dan meeverlegen zitten. Dus een beetje meer kan niet kwijt. Ja. Dus ik had er twaalf meegenomen. Nooit de intentie om er twaalf te eten hoor. Maar ik dacht misschien wordt het er acht of tien. Kan ik nog eens een keer wat weggeven aan iemand die het moeilijk heeft. Ja. En er zijn twee soorten. Ik kan het hier wel even laten zien. Ik heb ze hier staan. Dit is het doosje. Er zijn namelijk... Mooi, uh, mooi doosje trouwens. Ja, het is prachtig verpakt. Komt me bekend voor lijkt een beetje op de, ja. de merchandise dozen van de Slimme Presteren podcast. Ja. Net zo mooi. We hebben de, de zwarte. Dat is de normale. En we hebben de witte. En daar zit dan cafeïne Caféine in. Ja. Dus uh, wat ik had gedaan is... Ik had acht zwarte bij me. Want dat was eigenlijk het plan. En vier witte. En Guido had tegen mij gezegd... Nou... Ik zei: ja, Wanneer pak ik die dan? Zeiden ja, nou, als je nou een beetje merkt dat je minder scherp wordt in je kop. Nee, pak meer dan meer. maar eens een keer een witte. Maar dus. had je, daar had je ook wel mee geoefend? Ja, die had ik ook wel gehad. Ik vind die iets minder lekker. Ah. Die zijn wat bitterder. Ja. En uh, wat er dus gebeurde. dat is nog wel een lesje uit Rotterdam. <laughs> ik had dus die celletjes, had ik zo bedacht. dan doe ik uh, drie gaatjes en dan doe ik twee zwarte, één witte. Dus dat is ik keer twee zwarte en dan de witte aan de voorkant. Dus ik had hier zo zes en hier zo zes. En op een gegeven moment halverwege dacht ik, volgens mij moet ik eens een keer een witte pakken. Dus nou, dan kon ik natuurlijk pakken, hè? vooraf ja. pak je altijd een witte. Tak, opeten. Toen dacht ik daarna, oké, okay, nu wil ik weer een zwarte. Ik vertelde in die aflevering al, je kan niet zo goed nadenken, maar het ja. systeem was, Dus ik denk, dit is volgens mij ja. een zwarte. Ja. Tak, trok ik weer een witte. <laughs> ik kak. Maar dacht ik ja. nog, baat het niet, schaadt het niet. Hop, ding naar binnen. Toen had ik inmiddels echt wel zin in een zwarte, want die zijn dus wat zoeter. Dus toen was weer 20 van mij. Denk ik, ja, nee, blij. nu moet ik goed trekken. Ja. Hier trek. Weer wit. een witte. Oh, dus toen had ik mijn derde cafeïne cel uh, te pakken. Ja. Ook daar dacht ik nog steeds: baat niet, het dus gaat niet. Maar um, ik heb daar nog wel een geleerd. Een tip, even een hele praktische tip. Als je jezelf sorteert. Was het was natuurlijk gewoon een dom systeem: twee om één. Links. Uh, ja, wit, ja, precies. Rechts, links, zwart, wit, iets, uh, rechts, zwart. Zodat je ze zeker weet: zwart wil je gewoon rechts moet pakken. Ja. Ja. Ik zie uh, allebei gel 100. Ja. En de ene, gel 100, kaf 100. Ja. En Want, wat we hier ook nog hebben staan, is ja, de drank drankjes. drankjes. Ja. Ja. Uh, gaan we zo eens kijken. Want laten we eens beginnen met de drank. De basis. Want, laten we beginnen met de basis. De Hydrogel ja. technologie. Ja. Nou, de drank, die hebben we namelijk besproken al in onze aflevering 8. 8. Ja. Sportdrankjes. Ja. En toen hebben we het eigenlijk over gehad van hoeveel moet nou... het inmiddels bijna twee jaar geleden. Ja. Is, hè? ja. En dat was eigenlijk, ja, hebben we het vrij breed ingestoken. Maar de moraal van het verhaal is: in deze. Oké, okay, als jij een marathon loopt. en uh, op een hoge intensiteit, best wel. en jij doet daar langer dan een uur, anderhalf uur over, sowieso. dan moet jij uh, een suikerstotje nemen. Ja, nou, het, uh, dat is duidelijk. koolhydraten. Ja. En dan werd lange tijd gedacht: van oké, okay, daar kun je maximaal 60 gram per uur van op. Ja. Hoe, hoe zit dat? Uh, waarom kan ik niet meer uh, tot me nemen? Dat heeft te maken met de beperking in je darm. Daar zitten uh, speciale uh, transporters, zoals het heet. Ja, en We hebben vorige week in de aflevering over nuchter trainen. Hebben we het ook hier weer ook weer had, ja. over gehad? Hè? Ja. Even kort, uh, 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 ja, uh, herhaling misschien. Die zitten daar en die hebben een beperking. Die kunnen niet meer opnemen dan die 60 gram. Ja. Toen kwam er een slimmigheidje bij vanuit de Trielandwereld. Die zei je: hé, hey, maar ik doe tegenwoordig. 90, want dan doe ik een mooie verhouding tussen glucose, en dat is, de meeste suikers hebben gewoon glucose, dus het is de basisbouwsteen eigenlijk, ja. en fructose. is net even een andere vorm van je suiker. En als je die samen neemt in de verhouding 2 staat dat 1, 2 glucose, 1 fructose, dan kan je in totaal 60 glucose plus 30 fructose ja. aanbieden, omdat de fructose een andere transporter heeft in die dunne darm. En, uh, ja, dus dan op... kan er meer suiker door het deurtje. Zeg maar. Precies. Ja. En dat is dus de, ergens zit daar dus een beperking aan. Aan de andere kant is 90 gram per uur uh, suikers is heel veel. Ja. Dat is natuurlijk ja. Uh, dus er wordt gezegd oké okay, alleen die toppers. Nou die, die, die zitten daar ongeveer aan. Uh, alle, en iedereen die uh, minder hard loopt, recreatiever bezig is... Die kan het ook wel afdoen met nou ja, 30 tot 60, 70 wordt dan vaak gezegd. Ja. En, en dat was de situatie, denk ik, uh, toen we dit bespraken. En daarbij heb ik toen ook gezegd, ja, Martin heeft, die heeft iets nieuws uh, uh, uitgedacht. Gaan we zo wel even op in wat ze dan bedacht hadden. Maar zei ik toen op dat moment... Ja, Kip Chogi, uh, gebruikt het, andere toppers gebruiken het. Maar er is nog geen uh, wetenschappelijk bewijs dat wat zij claimen is, uh, is, is eigenlijk het belangrijkste: is geen maagproblemen. Bij hoge inname van uh, suikers. Ja, want en... dat is uiteindelijk hè, bij die getallen die we noemen 60 tot 90. Ja. Was ook een quizvraag in onze kennissessie bij de Keistad triatlon. Ja. Wat gebeurt er als je meer dan wat je aan kan aan koolhydraten neemt? Nou dan ga je of braken, je wordt in ieder geval misselijk. Ja. En waarschijnlijk krijg je ook marktaanproblemen. Dus... En, en sowieso deze hoeveelheden, die, ja, dat is training de gut. Uiteindelijk moet het lukken. Maar als je hier niet aan gewend bent, dan is ook een hoeveelheid van 60 tot 90 gram. Is al te veel. Ja, en wat dat is, het is omdat het uh, ja, hoog, uh, 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 ja, het is een hoge concentratie, hoge dosering. Uh, ja, hyperosmotisch wordt dan gezegd natuurlijk. Uh, dat zegt veel even niks. Nou ja, dat heeft te maken met osmose. Ken je ja. dat? Je hebt uh, uit de scheikunde les, biologie les misschien vroeger. Je hebt zeg maar een bak met water, dat wordt gescheiden in het midden door een semi-permeabel membraan. Ja. Dat is een membraan, is een soort grenslaag. Ja. Met allerlei poriën, mm -hmm. waar sommige deeltjes wel doorheen kunnen en andere deeltjes niet. En als dan nou lang niet alle deeltjes doorheen kunnen. Dan betekent dat, stel, links heb jij jouw oplossing met heel veel deeltjes en rechts. Met weinig deeltjes, ja. dat betekent dat uh, ja, je zou denken: uh, wat, wat gebeurt er dan? Dat de oplossing met veel deeltjes die gaat water trekken uit die ah, andere ah, oplossing, omdat die streeft naar eenzelfde balans-balansconcentratie. Uiteindelijk van ja. die deeltjes. Ja. Nou, en in, net zoals je darmen en je bloedvaten, heel veel uh, structuren in je lichaam die ja, die, die gedragen zich als een semi-permeabel membraan. Op het moment dus dat jij iets aanbiedt met heel veel deeltjes. Uh, Ga je in, vocht onttrekken? Ja, in een ah. maag en in een darm. Dan zo, en dat is meer een hogere osmotische waarde. Of uh, ja, een hogere osmolaliteit wordt dan gezegd. Dan bijvoorbeeld in het bloed. Ja, dan, dan gaat er gewoon vocht zich verplaatsen vanuit je bloed naar je darmen of naar je maag. En dat, uh, ja, dat, dat wil je niet. En dat geeft ook allerlei... Nou ja, je maag gaat gewoon reageren erop. Dat geeft dus de problematiek van... Nou ja, je noemt het al... Spugen, krampen, diarree uiteindelijk. Dus om dat eigenlijk te omzeilen... Heeft Morten gezegd van... Wij gaan een nieuwe technologie verzinnen, aanbieden. Ja. En wat zij uh, gedaan hebben is een... Uh, ja, zij verpakken eigenlijk de suikers in een soort... Uh, ja, het is. Nou ja, in eerste instantie dacht ik dat het. destijds dat het al een kant-en-klare gel was. Maar bij de drank ging het er meer om dat ze verpakt hadden. in alginatus van zeewier plus pectine. Ja. Dus uh, op die manier, als dan het in die vorm in de maag. Uh, terechtkomt, dat drankje. dan door die lage ph in de maag. wordt het omgezet in die gel, in die hydrogel. En die hydrogel beschermt eigenlijk. Uh, de koolhydraten. Ja, die kapselen dus, ze in. Die kapselen ze in, ja. Dus die zijn niet in direct contact met. Uh, de maag, de darmen, uh, uh, heeft niet door. Dat hier een, hier een oplossing is met hogere uh, osmolaliteit. Dus gaat niet reageren zoals het zou doen. Wel als jij normaal 60 tot 90 gram van ja. suiker zou hebben. En nemen. dan met het idee dat dat uiteindelijk in je volgende fase. in je dunne darm. Ja. wel. Wordt afgebroken. Dus dat je minder darmklachten hebt. En dan zeggen ze: Oké, okay, wat ook nog vaak gebeurt, is als je zo'n plans van dat zoete spul neemt, dan uh, gaat je maaglediging, wordt moeizamer. Oké. Okay. Uh, en daar zijn dus de ook wel... doorstroom naar de darm. Ja, toe. er zijn wel veel, nou, veel, in de, echt 30 jaar geleden, veel studies gedaan met, hebben ze gewoon katheters gelegd in de maag en de darm. en dan verschillende oplossingen van drankjes gegeven. En dan gekeken wanneer. Ja, hoe, hoe is eigenlijk de doorstroming uiteindelijk vanuit de mond richting je darmen? Mm -hmm. En het idee is uiteindelijk als jij een, ja, een grote hoeveelheid zoet in jouw maag uh, terechtkomt, dat die maag dan ook gaat zeggen, hey, ik stop even met het, uh, het doorgeven aan die dunne darm. Gaat er toch op reageren. Het kost langer tijd, dus blijf langer in jouw maag uh, rondzwemmen. Ja. En uiteindelijk wat je wil is natuurlijk zo snel mogelijk uiteindelijk, uh, vanuit je mond die suikers naar je dunne darmen hebben, waar die transporters zitten. Ja, helder. dus nou, uh, hey, en dat inkapselen in dat alginaat, dat is wat we die hydrogel-technologie ja, noemen. Ja, want dat is grappig, want toen ik, ik, ik begon, dus met die gelletjes. je ja. voelt het ook al een beetje. Ik kan het niet, uh, ik nee, ik ga het ook niet hier live openmaken, maar. Ik dacht dat dat het was. Het feit ja. dat het dus geen siroop is, maar een wat harder spul, dat dat het is. Maar toen kwam we natuurlijk achter: ja, maar er is ook sportdrank ja. van. Ja. Uh, daar heb ik hier ook een zakje. Ik zat laten horen. Dat is gewoon poeder, korrels. Ja. Uh, we hebben hier ook een kan gemaakt. Ja, maar volgens mij is dus het verschil dat het oorspronkelijk de gel, de, de gel die je nu als gel, de, zo ziet het eruit in de maag. Ah. Zo wordt het drankje, als jij die opneemt in de maag bij die lage pH. Dan wordt zuurgraad. het deze wat. Ja. ja. Hoe omschrijf je dit nou? Ja, dat vraagt en zij, nou ja, jij, jij uh, noemde het ook al uh, volgens mij tegen mij. zei op de site: Dit is pas de echte hydrogel. Gel. Ja, dit is en echt een alles, gel. Alles wat ze verkopen als gel, uh, als, uh, als, als ja, siroop. Uh, ja, is eigenlijk siroop. Ja. En wat ik dus fascinerend vond, hoe doe je dat nou in zo'n poeder? Nou, ik heb hier een kan gemaakt. Vul meteen op. Als je de doos open doet, zit een soort extra waarschuwingstap hierboven. Ja. Staat, let op. Doe dit echt alleen in de verhouding met 500 milliliter, want ja. uh, anders werkt het niet. Nou, dat zal voor alle mixen ja. gelden, maar zij vinden dat extra belangrijk. Dan heb ik hier een, een kan staan, dan heb ik het ingegooid en in eerste instantie lijkt het... Nee, nee, zie je, het lost niet goed op. Er ligt nu ook, kijk eens, kijk, 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 ja. kijk, kijk, kijk. In kijk. het water kunnen we dat ergens zien, ja, camera <laughs> één, Er ligt nu ook een soort dikke smurrie op de bodem. Ja, een soort behangplaksel, zegt Sander. Ik heb dat uh, van de week een paar. Ik heb dat uh, in voorbereiding op deze aflevering in mijn bidon gehad. Uh, ik heb uiteindelijk ook zo'n bidon weggetikt bij het ontbijt van mijn marathon. Ik dacht, dan zijn we die eerste koolhydraten maar vastgestapeld. Ja, dus het lost toch niet lekker op gewoon in water. Terwijl ze nee. suggereren dat je dat wel moet doen. Belangrijk. Zullen we, uh, zullen we ja. een glaasje proeven? Oh ja, kijk, hier komt. Nou heb ik alle drap. Ja, hele drap. Nou. Dan moet ik jou ook wat drap geven. En dit, maar dit is, hey, dit is leuk dat ik dit nu een keer in een glazen kan zie. Want dit gevoel had ik dus al in mijn bidon. Kijk eens even, het komt er helemaal niet uit. Zie je dat? Ja. Er blijft echt dat veel blijft, van dat ja. spul onder in die bidon zitten. Ja. Aha, oplichters. Hadden we even moeten wegen van tevoren na. dan kunnen we schattingen maken. Hoeveel dan. erachter ja. blijft. En, en hoeveel kost zo'n zakje? Ja, ook, dit zijn, ja, maar dit zijn er meer, want deze doos was ook 37 euro. En hoeveel zit er daarin? 18 stuks. 18 stuks. Dus Dat zou dan ja. iets goedkoper zijn. Ja. Nou, dat is dan die 20% verlies die daarin uh, gaat zitten. Uh, even toch voor de kritie: ik heb echt goed geschud en ja. geroerd en gedingen, maar en ik het is zie niet. Een goed op de bodem van het glas nu ook. Ja, hè? Proost. Dus ja, proost. Uh, beschrijf uh, wat je proeft. Ho ho, wacht even. Eerst even dit. Juggen, wat is eigenlijk het slimste moment om je wc schoon te maken? Direct nadat je hem gebruikt hebt, natuurlijk. Dus meteen na het kakken, gelijk sprayen, even laten inwerken, afnemen met een zo-doek en klaar. Aha, dat klinkt slim. Schoonmaken gaat super gemakkelijk met een slim schoonmaakpakket van zo. 100% natuurlijk, vegan en zonder verspilling. Vanaf nu ook verkrijgbaar via onze slimme presteren webshop of via zooschoon.nl. De truc is niet schoonmaken, maar schoonhouden. Niet zoet. Precies. En dat is wel een feestje. En dat is, ja, dat is zeker een feestje. Ja. ja. Ook niet per se lekker. Ik heb namelijk nou het idee dat die, dat die zwarte gels, die, die hebben ze wel iets gezoet. Daar zit wel, dat, dat smaakt ook niet zoet. Maar wat, dat wat het dan wel smaakt, vind ik wel net iets lekkerder die, die dan zowel de witte als... Nee, het is uh, niet lekker. Het is een beetje, ja... Uh, het ja. voelt wel heel verstandig. Ja. Toch? Dat je denkt, ik oh, ben goed het bezig. Het heeft inderdaad dat behang... Uh, <laughs> Een beetje ja, de textuur ja, en dat is dus met het idee zodat het in onze maag mm. ook als een soort slijmspul er doorheen komt. Ja, slijm, maar nogmaals, dat is het ja. zoals ik het begrijp. Dus nou hier omheen zit uh, alginaat pectine ja, en dan pas in de maag wordt het de echte hydrogel. Oké, okay. en de hydrogel ja, uh, je de, 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 de soort spons hebben ze het dan over ja. Um, en nou zoals ik het lees, is het op zich vanuit de voedingsindustrie niks vernieuwends. Die kennen dit al langer, dit hele idee. Ja, de farmaceutische industrie volgens mij ook, hè? want daar ja. komen de oprichters van Morton. Pleisters, uh, begrijp ik, zijn ook uh, heel vaak uh, gemaakt van diezelfde hydrogel. Helder. Kortom. Ja. De claim: meer koolhydraatopname en minder problemen. Nou, Laten we eens naar de wetenschap gaan. Ja, want het interessante is nu dat, is goed te benoemen, in zo'n zakje zit 160 gram Koolhydraten. Je bedoelt in zo'n drankzak. Ja. Waar je met, met een halve liter water dat moet opdrinken. Ja. En... Waarvan dus een deel van het zakje op de bodem van je bidon... Oh of je nee, nee. Het, dat klopt niet, want als ik het goed... Nee, het heet 160. Ja, daarom... Maar het zijn geen 160 gram koolhydraten. Nee, want het, het idee is, uh, je lost dit op en je krijgt dan een verhouding glucose of suikers ten opzichte van water... Van 16%. Oh, daar komt die 160. Ja. Van. En, maar dat is heel hoog. Want de normale uh, sportdrankjes zijn 8%. Ah. En waarom doen ze dat? Omdat 8% is ongeveer iso -osmotisch. ISO betekent dezelfde osmotische waarde of osmolaliteit als het lichaam. Oké. Okay. Waardoor dus op die manier de meeste sportdrankjes zeggen: ja, dat is de beste vorm ja. om sportdrankjes het te geven. Het zogenaamde isotoon, toch? Ja, Hè? isotoon. Gelijk met ja. Ik lees hier het zijn 199 gram koolhydraten in zo'n zakje. Oké. Okay. Staat hier. Hoe is de, de, en waarom ze dan dus... Ja. Nee, dat is niet waar. Dat is in 100 gram. Hé? Even goed lezen. 39 gram. Ja, precies. Dat is het. Ja, dat. ja, ja. 39 gram koolhydraten ja. in het zakje. Ja. Dat klopt. Dus... Als je er twee zou pakken in een uur, ja. dan moet je ook niet aan denken, maar dan kom je al echt op 80 gram koolhydraten per uur. Nou, dat is echt al heel flink. Eén zo'n één bidon, één zo bidon per ja. uur zou je dus al een goede boost moeten kunnen geven. Nu naar de wetenschap. Ja, nou, um, en daar, dus, daar zei ze van, kijk, wat je kan doen is dus nu eigenlijk in een veel hogere dosering concentratie met uh, koolhydraten aanbieden, ja, omdat waardoor je, het voorbij die maag komt. I, ja, nou ja, ten eerste, ja, waardoor het makkelijker wordt eigenlijk om aan die, aan die 90 gram te komen, ja. of, of misschien meer, of uh, en 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 daarbij dus zonder de nadelen van uh, dat jouw maag gaat protesteren, ja. omdat het bij normale dosering van 16 procent ja echt ja dat, dat, dat vindt dat trekt hij niet dat dan trekt hij al niet. die maag dat is alsof jij zeg maar een oranje uh, AA echt zo'n zoete nou ja die of een, die uh, red boelletje ja maar iets ja, ja. Gaat, gaat nemen tijdens het sporten ja. een goede gedachte, denk ik um, maar wat ik toen al zei na nou, de eerste studies die waren nog niet echt overtuigend van welk aspect? Uh, nou, eigenlijk twee dingen. Klopt het inderdaad dat je minder darmklachten krijgt uh, als jij... Konden zij niet rapporteren? De, ja, maar dat had er ook mee te maken dat in die studies... Dat is lange tijd geweest. De eerste studies die zijn gedaan veel bij uh, fietsers. Ja. Mensen in het lab op een fiets of cross-country skiers. En dan zeiden ze, ja, we, we hebben gekeken naar de prestatie op de fiets. Of uh, bij het cross-country skiën plus... We hebben gerapporteerd de darmklachten. In allebei werd er geen positief effect van de Morten. Drank wel, gevonden. er waren niet significant minder darmklachten. Nee. Maar het relatief waren er weinig darmklachten. Sowieso ja. niet. Nee, ja, 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 en dus ja, ja, ja. zei ze, ja, maar dit is niet de goede doelgroep geweest. Niet de goede nee, onderzoeksgroep. En misschien niet de goede testomgeving. Ja, ja, en wat het vaak was, is dat ze op een vrij lage intensiteit uh, aan het sporten waren. En uh, ja, dus nou, eigenlijk is er pas dit jaar, of eind vorig jaar, dit jaar, nou, kon de vlag voor het eerst uit. Wat ik, het lastige ook veel aan deze studies zijn, dat ze gesponsord worden. Ja, als je nou goed leest, dan zit een beetje dezelfde auteurs. De, de, die Pitsilades is het de man achter de, de Sub 2 en de Breaking 2. Dat is zo'n uh, wetenschapper. is uh, een Ja, ja. Dus je moet even op het einde nog uh, de, de disclaimer lezen van of ze nog een link hebben met Morten. Toen is er eigenlijk toch einde vorig jaar een onafhankelijk onderzoek gekomen. Ook uit Engeland, uh, meen ik. En zoals ik het goed begrijp, wilde die de man het ook gaan testen. Maar die wilde eigenlijk het echt goed doen. Want die wilde ook gaan kijken, wordt er meer suiker opgenomen? Ja. Zoals ook de claim het is. fundamentele ja. principe, ja. Dus die wilde het spul gaan labelen. Ja. En dan uh, ja, radioactief licht. Dan ga je de... heb je wel eens uitgelegd. Ja, ja. dus de, de C, de koolstof, krijgt net even een ander uh, normaal is C6. Ja, je, hè? Hem aan, je, je kan niet helemaal je kan iets moleculairs doen, waardoor maar, je kan ja. meten waar stoffen blijven. Hij kreeg volgens mij geen toestemming of hij kreeg de formules of hoe ze het, het hele kookboek uh, uh, van ze niet te zien. Hoe ze van het van Mark nee. nee. dus hij heeft zelf gedacht. Ja, maar dan ik ben slim genoeg. Want zo ingewikkeld is de technologie ook niet. Dat wordt al vaker toegepast. Dus hij heeft het gelabelde spul gemaakt. Ja. En op die manier uh, studie uh, toegepast bij hardlopers. En dat heeft hij wel slim gedaan. Die heeft uh, ten eerste ze twee uur laten rennen. Kijk, dat is en, significant. Ja, en dan een laatste op best wel hoge snelheid, volgens mij is 70% misschien van hun V2 max. En dan de laatste, uh, daar was het nog niet klaar mee. En toen vijf kilometer voluit. Oké. Okay. Nou, en, wat die, uh, en had hij eigenlijk dezelfde groep drie keer naar het lab laten komen. De eerste keer met het gelabelde spul netjes ingepakt, zoals Morten dat ook doet. Ja. Uh, ingepakt in zo'n alginaat ja, uh, ja, ja helder en de tweede heeft hij eigenlijk dezelfde samenstelling gedaan maar zonder het alginaat dus wel dezelfde verhouding. een uh, gluco glucose fructose uh, even zeggen want als je hier goed kijkt dan is de ja, ik kijk nu weer op de achterkant van de het ja drank, de, gel, de gel is volgens mij die later kwam, is echt glucosefructose. In dit geval hebben ze het over maltodextrine en fructose. Ja. Maltodextrine is gewoon een kort, kort keten, zetmeel. Ja. Dus dat zijn meerdere glucosemoleculen achter elkaar. Die dan eigenlijk heel snel al door, eh, volgens mij begint dat al in, de, in je mond worden ja. afgebroken tot losse glucosemoleculen. Dus. Linksom of rechtsom is het allemaal hetzelfde. Dus ja. dat had hij toegepast bij hun, uh, ook gelabeld, maar niet ingepakt. En ten derde een placebo, uh, die eigenlijk geen glucose fructose bevatte. Helder, Gewoon. goed opgezette studie. Ja. En uh, toen gekeken, ten eerste, het aantal klachten wat ze hadden bij, uh, tijdens het lopen. Ja. Dat was duidelijk meer. Nou, het was, het was net, zoveel, uh, net zo weinig klachten eigenlijk met de Martin drank als met de placebo. Oh. Maar daar zat ook niks in. Nee. Uh, was gewoon water eigenlijk. Maar meer klachten als de glucosefructose werd aangeboden op de klassieke manier zullen we in de Dus het, ja. het inpakken in het alginaat, die claim dat dat goed is voor je ja. maagdarm of goed tegen uh, klachten, heeft hij kunnen valideren. Ja. Ten tweede, hij ging kijken naar de prestatie op de vijf kilometer juist die en ook, vijf kilometer na ja, twee uur lopen en logischerwijs uh, met de water alleen gingen ze langzamer ja ja dat is toch een tekort uiteindelijk aan energie ja uh, aan brandstof dus gelukkig uh, die theorie klopt ja, ook nog ja, ja. Uh, ze gingen een stukje harder met allebei uh, of de Morton drank of de klassieke uh, glucosfructose drank maar ze gingen net wel een stukje harder Volgens mij uh, is het 5 om 2 procent ja. met de Morten drank. Kortom, het kan... is ook nog prestatieverhogend. Ja. En dat was toen ging eigenlijk de vlag ook uit bij Morten. Die, <laughs> ja. heb, die heeft dat ook Groot gecommuniceerd ja, op, ja, op Twitter bijvoorbeeld, tuurlijk, tuurlijk, social media. Tuurlijk. Ja, ja, ja. Um, nou ja, en en ook het het aparte was. Hij heeft ook echt gekeken. Ja, komt er ook meer van die glucose uiteindelijk in de verbranding? Terecht ja, dat het het ligt gelabeld. Ja. Ja. En dan vond hij ook een klein verschil. Ja, het ging om dan 68 gram om 63 gram, zoiets. Okay, ja, ja. En dat is wel interessant, want dat suggereert eigenlijk van, ja, maar hé, hey, waar, waar zit nou, de zit er wel een beperking op die manier? Want je gaat er ergens vanuit, ja, maar er zit toch een beperking in die dunne darm. Hmm. Dus in de maag toch? Nee, eigenlijk zit de. Ah, en het begin van de ja. dunne darm. En ja, daar moet je verder doorheen komen. Ja, de maag heeft de beperking van die. Ja, die ja. gaat Helder. krampen krijgen ja. en ja, ja. De dunne darm zit in daar de, de transport. Daar zit de opnamebeperking. Ja. En je zou dus zeggen, nou, je zou dit kunnen verklaren aan de ene kant van. Ah, er komt meer van die glucose, wordt uiteindelijk verbrand, dus komt meer binnen. Ja, dan blijft er toch in de klassieke sportdrank te veel koolhydraten in die maag achter. Gaat niet zo snel naar die dunne darm. En kortom, al die transporters zijn allemaal nog niet helemaal bereikt. bezet. Ja. Bereikt. Ja, 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 ja. Het andere simpele verklaring is: ja, uh, die lui die liepen ook wel wat harder op die vijf kilometer. Kortom, hun verbranding lag gewoon wat hoger. Ja, dan, uh, dan is het ja, ook logisch dat, ook dat ze ja. meer uit uh, vanuit de darm komen. Dan zitten we, uh, zoals ik hier wel vaak zeg, diep diep onder de motorkap. Ja. Als we gewoon weer uitzoomen, dan zien we hier dus een studie ja. die laat zien dat mensen die dit product gebruiken wel degelijk beter presteren ja. en minder maagdarmklachten hebben. In uh, Typisch, dus bij een hoge intensiteit, ja. hardlopen, niet ja. fietsen. Ja. En dat is eigenlijk, maar daar is het nu bij gebleven, want in de tussentijd, ja, ik, ik heb iets van tien studies gevonden die allemaal... Uh, die toch het niet, niet vinden. Die het niet vinden, dat kun je dat zeggen, ja. dat is wel ja. belangrijk, ja. Want als er één studie het wel is, maar tien niet, dan ja. is het toch... Nou, ik, maar zijn dat die andere tien studies of... Die, de, zijn dat meer van die dan lab settings of kortere inspanningen, of die ja. beperkingen die je eerder noemde? Ja, ja. ja. En, en ik moet ook zeggen, zijn ook niet allemaal zo even goed opgezet. Nou, wat Morten bijvoorbeeld, en ze zijn veel Morten zelf gedaan... en nou, Morten heeft laten zien... Eh, is dat de maaglediging inderdaad bij deze concentraties... sneller ging met de Morten drink als Gelder. bij uh, de klassieke drank. Alleen, dat hebben ze niet tijdens inspanning gedaan... maar gewoon in, in iemand die zit... Uh, ja, exact. Ja, nou, dat is ook weer anders. En wat ze toen weer op, wat hun opviel, is zeiden ze, ja, maar dan kijken we naar de opgenomen glucose in het bloed en dan is die niet anders. En toen dachten ze van, ja, misschien wordt, gaat het wel sneller vanuit de maag naar de dunne darm, maar wordt het toch niet zo snel opgenomen omdat het te lang verpakt blijft. Het ja. is natuurlijk een cruciaal moment. Het moet van die hydrogel, het idee is dus dat als je dan in die dunne darm komt, dat de pH weer afgebroken wordt. Ja. Worden. pH ja. weer normaal wordt en dat het dan weer losgelaten wordt eigenlijk uitgepakt op die manier. Helder. Dus dan hebben ze dat, dat dat soort studies zijn ze nog steeds aan het doen. Uh, laatst ook met met weer met met 70 gram in hun setting. Ja, eigenlijk geen verschil. Uh, daar kom ik wel één studie tegen. Ja, geen verschil eigenlijk ook in prestatie et cetera. Die hebben toen nog even gekeken naar de, de zuurgraad rondom je tanden van ja, de vloerstof omheen. Want dat hoorden we in de aflevering over Niels van der Poel. Al die sportvoeding ja. is een aanval op je tanden. Veel sporters dus met... Uh... Ja. Tandproblemen. Ja. Nou, En die vonden in ieder geval, ja, die hebben niet, niet lange termijn gekeken, maar die vonden dat de pH dus uh, gunstiger eruit zag. Ja. 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 Dus, ja, dus in dat's... die zin, het smaakt niet alleen minder zoet. Het zou wel ja. eens kunnen dat het echt minder zoet is, waardoor het dus ook misschien ja. iets beter voor je tanden is. Maar daar heb ik toch nog een uh, waar ik me over verbaas, is dan dat ik las dat even op, dat maltodextrine, namelijk, ja. is van nature ook helemaal geen zoete stof. Nee. Dat is gewoon, uh, ja, dat smaakt zoals dit smaakt. Ja, zetmeel, ja. behanglijm. Ja. Het is letterlijk behanglijm, toch ook eigenlijk? Ja. En, ja. en dat wordt dus bijvoorbeeld uh, veel, uh, veel studies gedaan met het spoelen van je mond en dan weer uitspoelen ja. van die drank. Ja. Dat wordt bijna ook allemaal met maltotoxine gedaan. En waarom is waarschijnlijk ook. Even toch je... voor de mensen die die aflevering in die referentie even niet snappen. We refereren vaak aan de studie, opvallende studie uit Engeland. Waarin ze testen dat als jij vermoeid bent. Ja. en je stopt een koolhydraatrijke drank in je mond, spoelt. maar je slikt hem dan niet door, maar je spuugt hem uit. De prestatie toch ja. omhoog gaat. Dan gaat een signaal al naar je brein, waarschijnlijk. Zegt, dus er het... komt voeding ja. aan, ga maar gas geven. Ja. Ja. Nou, dat is inmiddels herhaald en er is nu een, 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 een samenvatting over geschreven. En die, die laat zien dat het inderdaad, het werd lang gedacht: van... dat werkt het beste of beter, of alleen in gevaste toestand. Nee, het blijkt eigenlijk uh, bij iedereen wel te, te werken. Maar uiteindelijk geeft het natuurlijk op de lange termijn niet uh, de nee, energie je die je echt nodig hebt. Wat binnen, nee. Maar als jij een uur bezig bent op hoge intensiteit en denkt van nou ik zou wel iets willen hebben zonder dat dat ik een klotsende maag wil gaan krijgen ja dan zou je het op die manier kunnen spoelen met maltodextrine wat gewoon als behanglijm slaapt uh, smaakt ja en dat is natuurlijk uh, daarom vind ik het wel knap dat die hydrogel die ze nu gemaakt hebben want daar zit wel glucose fructose in dus ja die smaakt dus ook wat en zoetig. die smaakt iets. Ah, die smaakt wel ja, iets. We kunnen er zo ja. wel een open doen, doen we zo wel met Gino ja. erbij. Ik heb nog een vraag aan jou. In de intro namelijk, beloof ik dat we ook even vertellen waarom die, dit zo duur is. Is dat puur? Ja. Dit is een high-end, exclusief merk. Ja. Zit er iets in de manier waarop je hydrogel en alginaat moet produceren? Ik, dat weet ik ook niet goed. Ik denk, beide... En zij volgens mij, uh, zij zijn het patent aan het aanvragen, hebben ze nog niet gekregen of is nog niet helemaal goedgekeurd. Ja, ik denk op dit moment zijn zij marktleider, niemand anders is dit aan het doen, aan het proberen, mag dat ook niet denk ik. Nee. Um, en op die manier kunnen zij vragen wat ze willen. En ze zijn hartstikke populair. Want ja, jij, ja, jij bent coach geworden. Ook en, al, en, en, en in mijn uh, Strava-comments ja. uh, juichen mensen met me mee. Ja. Uh, omdat. En het is dus nog wel even leuk om voor met mensen die wat verder afstaan van marathonlopen of duursporten. Die ja. vragen zich ook soms af: vieze smerige dingen. Jij zegt het al, ik ben fan van de banaan. Ja. Waarom neem je ja. überhaupt shelletjes mee? Eh, van 3 euro notabene. <laughs> waarom pak je niet gewoon een boterham en een banaan? stuk specifiek voor hardlopen vanwege draagbaarheid. Hè? Ja. Dus als, als je gaat fietsen en je gaat lange fietsen, Zoals wij toen met Jacomina ooit meegingen. Waar je gewoon een tas aan je stuur kan hangen. vol met eten. lekker vaste voeding meenemen. Ja. Met het ideale hiervan: het is super licht. 40 gram, zo'n zakje. Je kan het in een elastiekje op je heupen hangen. Ja. En uh, je hebt uh, veel energie bij je. Ja. Dat is volgens mij de belangrijkste reden waarom je aan de sportcells gaat, toch? Ja. Verder... Ah, nee, zeker. Het is gewoon Want veel energie in een hele handige pak. Ik oppakking. zei destijds ook: er zijn studies gedaan waarin ze mensen uh, volgens mij aardappelpuree hebben laten eten of ja. bananen koolhydraat is koolhydraat. of jelletjes uh, Uiteindelijk, ja. Koolhydraat, koolhydraat wordt allemaal afgebroken tot glucose en fructose. Dus die verhouding is wel even belangrijk. Ja. En uiteindelijk, als, ja, als jouw maag daar gewoon prima tegen kan, die transporters doen hun werk. Daar zit de opname uh, belemmerd. Ja, dus dat is wel weer een goede contextbeperking. Moet jou ja. iedereen aan de Martin's Nee, absoluut niet. Nee. Maar als je intensief ja, ik, gaat hardlopen. Ja, ik kan vind het, het wel heel zijn. duur. Ik vind ik het, vind het ook belachelijk duur. duur. En, uh, en, en, en dat viel me ook op bij Martin. Ik keek toch nog even op hun site. Ja, zij Gelukkig, terechtgeven zij ook aan. Uh, nee, er is nog geen uh, eenduidig wetenschappelijk bewijs. Ja, we moeten het doen met één studie eigenlijk. Ja. Uh, plus, het andere is dat. Wat doen topsporters? Is dit ja, nu uh, de norm in Topsportland? Als ze gesponsord worden, wel. Zeker. Want als ze door CIS gesponsord worden, ja, of noemen we nog tuurlijk. een andere merk, dan eten ze CIS. Ja, ja. want daar wil ik ook nog wel benoemen. Ik heb destijds voor dit uh, verhaal, wat ik schreef, is 2016. Toen, uh, toen heb ik Luc van Loon benaderd, dus is hoogleraar uh, voeding uh, tijdens inspanning. Nou, ik weet zijn eerste zin, daar begint dat stuk ook mee. Die zegt, nou, ik geloof niet dat hier heel veel wetenschap achter zit. Excellent. Ja, hij was echt wel... En hij zegt, nou, waarom zou jij meer koolhydraten willen aanbieden als ja. de beperking in je dunne darm zit? Kijk, je kan wel zeggen, oké, okay, je kan veel meer nemen, maar dat wil niet zeggen dat er veel meer wordt opgenomen, want als jij uiteindelijk aan die limiet zit voor die uh, transporters die op 60 tot 90 uh, gram per uur ligt, ja, dan kan je echt niet veel meer gaan nemen. Nee. Daar wil ik zo op terugkomen, want er zijn nieuwe inzichten of ideeën. ja, daar wou ik nu toch maar ja. meteen naartoe. Ik zat naar onze bevriende Zuid-Afrikaanse ja. podcast te luisteren en ik zie dat jij in de show ja. die studie ook hebt. Ja. En Spaanse studies waar ze erachter kwamen, wacht even, training the gut. Ja. Je kan misschien wel mensen trainen tot 120 ja. gram per uur opname. Dat is nog meer. Ja. En toen zagen ze positieve effecten op het herstel ja. en spierschade. Dit gaat echt om ultralopers, echt. Die hebben ze eerst twee weken op uh, inderdaad training the gut schema gezet, ja. waarbij ze inderdaad 120 gram. Oftewel je maagdarmkanaal trainen ja. op koolhydraten, 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 koolhydraten. En volgens mij hebben ze die toen tijdens een, uh, een, een ultramarathon laten lopen. Dat was slechts 42 kilometer voor hun, maar wel eentje met 4000 hoogtemeters. Oh, Wauw. Ergens in Spanje. En ja, kijk, tijden hebben ze niet naar gekeken eigenlijk. Daarvoor was de, de studie in groep te klein. Maar ze hebben wel na afloop tot het, uh, de dag daarna gekeken naar markers van spierschade. Ja. En dat zijn eigenlijk enzymen die in je spieren zitten opgeslagen. Op het moment dat je spieren uh, stuk gaan of uh, uh -huh. beschadigd raken, dan komen die in het bloed terecht. Uh, creatine, kinase, er een van. Nou. En dan zagen ze dat dat minder was. Plus de feit, want de mensen voelden zich beter. En ook tijdens de inspanning hebben ze die RPA gevraagd. Dus de ervaren maat van inspanning. En de lopers die die 120 gram per uur namen. En ze hadden 120 gram ten opzichte van 90 gram. Ook al heel veel. Ja, en daar zei ze, ja, want dat is eigenlijk wat wordt aanbevolen. Ten voor opzichte. Ja. ja, voor 60 gram, want dat is uh, wat zij ervaren, wat de meeste mensen nemen in die wereld. Ja, wat je kan wereld. als normale ja. amateur. Ja. ja, en dat was dus ook, eigenlijk... Ook wat ze zien dat ultralopers ja. nemen. Ja. Ik denk altijd, ultralopers doen helemaal niet aan deze gekte. Die zitten allemaal op vaste voeding en vetverbranding, maar ja. dat is dus ook niet zo. Nee. Dus nee. Die, uh, ja, dus dat hebben ze op zich Ja, een goede eerste aanzet. Maar nogmaals, en ze hebben het nu uitgebreid, ze hebben ook gekeken naar de, volgens mij, de sprongkracht en zo. Mm -hmm. En dat is na die ene, ja, dat is gewoon beter na een dag, beter herstel eigenlijk, minder vermoeidheid. Ja, kort door de borst conclusie van die studie is: hoe meer koolhydraten, hoe ja. beter. Het, het wat ik dan wel, kijk, wat wat mist in die studie, komen al die 120 gram in dat uur, worden die echt gebruikt, want er is natuurlijk de vraag die wij ook de eerste keer gesteld kregen... van ja, die, 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 die transporters, kun je die trainen in de ja. darm? En is training de gut? Is dat, is dat deels ja, wennen van je maagdarmen aan het feit... dat ze zo'n uh, hoge stoot uh, zoetigheid uh, uh, te verwerken krijgen? Of is het uiteindelijk dat die darmen gaan zeggen... Hey, ik zie zoveel glucose, fructose om me heen. Ik moet wat uh, extra transporten Transport aanmaken. Dat weten we nog niet op dat dan weet je niet. Ja, dan kun je alleen met een hey, maar een proefdier goed bekijken. Maar uh, het adagium, hoe meer glucose, hoe beter. Of hoe meer koolhydrat, ja. hoe beter. Dat hoorde ik vlak voor mijn Rotterdam Marathon een kleine maand geleden. Dus ik heb me aan ja. alle kanten afgetopt. Twee dagen van tevoren... Uh, ik geloof zelfs dat ik zoveel gestapeld heb. Ondanks dat Guido nog had gezegd: Je moet niet meer eten, je moet meer koolhydraten eten. Ik ben stiekem toch een beetje meer gaan eten. Ik zei al: Ik heb ochtends zo'n Bidon Martin weggetikt. Ik heb volle bakcel ja. gegeven. Ik wil maar zeggen, ik ben ook een kilootje aangekomen, geloof ik, in die twee <laughs> dagen. Maar weet je nog hoe ik die maandag van de trap af kwam? Ja, soepel. Weet je, ja. ik bedoel, ja. als hier nou wordt gezegd: ja. Veel aanbod van koolhydraten, ook eventueel direct na, zorgt voor minder spierschade. Ik bedoel, ik ben NS1, dat is allemaal ja. niet wetenschappelijk, maar spierpijn had ik niet. Ja. Nou ja, we weten wel van uh, na inspanning is uh, onderdeel van de hersteldrank, is zeker niet alleen eiwitten, nee. maar ook koolhydraten. Eiwitten zijn voor spieropbouw, ja. hè? gaat over wat langere ja. termijn. Ja. Maar, want uh, die koolhydraten, ja, die zijn nodig om jouw glycogeenvoorraden in lever en spieren weer aan te vullen. Maar ja, het, het het botst een beetje met het uh, idee van, uh, nou uh, ja, waarom meer geven dan nodig lijkt te zijn? Ja, en dat is ook een beetje van ja, uh, wat nog ontbreekt in deze studie, en die, die gaat de komende jaren komen, is eigenlijk wil je dan gelabeld 120 gram per uur gaan aanbieden, hmm. en dan uh, bloedsamples gaan krijgt. nemen en dan kijken, wordt dan, ja, ja zien het je kan in natuurlijk een... ook dat je gewoon via magdaam ja. loost, oftewel gewoon uitkakt, ja, of uitpiest, precies. ja, ja. En dan is het misschien een mentaal een ding, of een ding of een andere ding. Of ja, is het dan het feit van dat jij continu uh, die signalen naar je hersenen krijgt: van ja, uh, we hebben genoeg uh, zoetstof uh, in, ja. uh, komt eraan. Kijk, wat wel uh, als laatste wat je ook wel merkt uit de verhalen, lees uit verhalen, is dat die topsporters die nemen ook vaker meer dan die 90. Ja. Maar, uh, Mathieu van der Poel, uh, die, uh, er kwam een foto op de social media na zijn uh, gewonnen Ronde van Vlaanderen. Ja, we met... hebben hem hier staan ja. voor de kijkers op YouTube. Normaal zie je daar dan een beetje het, uh, uh, het traject voor de dag. Hè? Ja, we, het we zien parcours. het stuur van Mathieu van der Poel ja. met een sticker. Met eigenlijk een uitgeknipt Excel-tabelletje. Er staan drie kolommen kilometers, location en food. Ja. Nou, op kilometers staat netjes 20, 40, 60, 80, 20, nou, tot aan de 272. Ja. Dan staat in location eigenlijk vrij weinig. Alleen drie keer de kwaremom. Ja. Dat is blijkbaar het enige wat hij echt moest weten. En food staat dan een hele soort uh, met stippen ja. en balken en dus regenjes uh, en Volgens bidonnen. mij is de, de ronde uh, gevulde uh. cirkel zou een, een, race, een uh, rice cake zijn. Oh ja ja we uh, hebben twee verschillende soorten reepjes rijstel, we hebben drie laadje, verschillende soorten bidonnen. Ding, zoet. en we bidonnen inderdaad staan eigenlijk en kijk eens bij 200 daar staat een gele smiley ja. wat is dat en, dan krijg je uh, een snoepje of zo ja volgens mij om hem klaar te maken voor uh, de beklimming die gaat komen maar je wil me aangeven en ze hebben een voedingsplan. dit voedingsplan ja maar ze hebben ook opgeteld dan uh, dit bij elkaar in een schatting gemaakt ja want de, die, hier zitten dan ook de gelletjes wel weer bij en dan er werd geschat dat hij op 100 à 120 gram Per uur aan koolhydraten tot zich nam. Zo. Dus dat is ook een kwestie van, ja, hij is natuurlijk getraind daarin. Uh, wie weet, maakt een, uh, een, een topsporter wel een topsporter, gezien het feit dat zijn darmen dat ze dit kunnen. Ja, ja, ja topdarmen. Ja, en dat de capaciteit om energie op te nemen gewoon hoger is dan in uh, gewone uh, stervelingen. Weet je wat ik grappig vind? Kijk eens, in die eerste 120 kilometer. Eet hij veel meer? Ja. Nog, hè? Ja. Dus hij begint ook meteen met gelijk veel eten. Ja. Ja, en dat is deels van uh, je bent nog fris, uh, alles, je hebt overal nog trek, je darmen werken nog lekker. Ja. We het al dat wel. wordt steeds minder. Maar aan de andere kant, uh, daar zit het peloton nog vrij rustig ja, ja, bij elkaar. Kans en hij heeft tijd, tijd om, om ja, rustig ja. even te verteren en uh, genoeg uh, happen te nemen. Ja. Hey, volgens mij begrijp ik hoe het werkt. We hebben onze ervaring gedeeld. Maar we hebben nog niet ingecheckt bij onze topcoach en sportarts Guido Vroemen. Ja. Laten we dat nog even doen. Zoomen met Vroemen. Om uiteindelijk tot de verdict te komen. Uh, drie euro voor een gelletje. Is dat nou zinvol of onzin? <laughs> ja. We gaan zoomen. Guido. Hey, Guido, goedemorgen. 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 Ja. Hey, goed je weer te treffen. Nog één week en dan uh, zien we elkaar live in Leersum. Uh, yes. Het is uh, 13 mei nu, hè, dus nog uh, 21ste komen we bij elkaar. En uh, de vraag is nou: is het nou zinvol of onzin om daar uh, morten jelletjes ja. op het menu te gaan zetten? Ik, ik zit hier aan een glaasje behanglijn. Ja, en, uh, ja lekker. Ja, dit is opgelost uh, de, de sportdrank van ze. Nou, we hebben het uh, net al over gehad van uh, wat, wat hun truc is en, hoe het, en werkt. Uh, hoe het werkt. Maar jij hebt al weken een grote vraag aan Guido, volgens mij. Want je zegt iedere oh. keer tegen mij, hoe kom jij nou aan die dingen? Waarom ja. eet ik die dingen? En ik dacht van, nou, Guido, die heeft uh, Gerrit ingefluisterd van... Ja, je moet een vermogensmeter, <laughs> eerst op ja. je schoenen, toen op je fiets. En uh, je moet uh, compressiekousen aan die geen compressiekousen zijn. Jij nee. moet ook maar aan de Morton. Is het zo gegaan, Guido? Eh... Uh, weet ik eigenlijk niet precies. Gerrit? Nee, nee <laughs> ik nee, heb de aflevering het al uitgelegd. Nee, hoor. Je, je was uh, zeker ook niet tegen, maar uh, het was niet dat jij zei pak ze maar. Ik ging het uh, proberen en uh, nou, dat smaakte goed. Dus, ja, uh... maar dat is het ook. Weet je, je, dat, dat zeg ik tegen ook andere atleten. Het is niet zo dat dit voor iedereen geschikt is en voor iedereen het beste is. Um, wat sportvoeding betreft moet je, moet je het ook lekker vinden. Ja. Um, want als het het beste spul is en je vindt het echt niet lekker, dan ga je het ook niet meer nemen. Nee. nee. Hey, want uh, dan, dan komen we eigenlijk al uh, bij het punt ook uit. Uh, lekker dooreten. Veel is dus uh, belangrijk. En jij schrijft het dus niet expliciet voor aan al jouw atleten. Vraag Je altijd, hè? is dit nou iets wat jij voorschrijft? Nee dus. Nee, ik schrijf niet voor van wat ze precies aan welke product uh, nee. ze moeten nemen. Ik, ik zeg meer. Probeer um, uh, in ieder geval tussen de 60 en de 90 gram koolhydraten. als je een wedstrijd hebt op hoog intensiteitsniveau. om dat binnen te krijgen. Ja. ja. Hey, en heb je zelf ervaring met het spully? Ja, 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 ik heb dat ook wel eens uh, tijdens uh, fietstochtjes of zo uh, uh, geprobeerd. Dus, um, en ik uh, had ze via Jetsen. Jetse plat, uh, Jet, Jet, plat gebruikt ze ook. Dus uh, ik kreeg een, uh, een aantal van die, uh, van die... zakjes van hem. En jelletjes. Uh, en ook de, uh, de spordrank. Ja. En de smaak eigenlijk... weet je, die beviel me eigenlijk wel goed. Het was niet heel... niet extreem zoet wat je soms wel eens hebt. En hoe zou je, maar je dat nou omschrijven? Je, de substantie? Je, ja, als je, als je een jelletje neemt... dat wel, heb ik wel eens van anderen dan teruggehoord. Die hebben dan... Um, als eerste gedachte, je maakt het zakje, je hebt dat zakje, je rijdt het jelletje en dan is het een beetje stroperig uh, uh, glucose stroopje. Zo'n schenkstroop. Ja. Dun spul, wat je denkt, voorzichtig, want anders, als dat over je heen, dan je, zit je. Ik bedoel, bij de, onder... bij de niet martin ja. Uh, jelletjes. Ja ja, dat, ja, ja, ja. Dat zijn de, dat heet, die gedachten heb je erbij. En dan maak je zo'n zakje open en dat uh, in je mond en je knijpt erin, dan begint het al. Er komt niet heel meteen iets uit. Het nee. is nogal. Nou ja, een soort kwakje, stevig spul. Ja, je moet er ook een beetje op kouwen, hè? Ja, en ja je moet er gewoon op kouwen. Ik kou er ook op. Ik denk, nou, dan heb je niet wel wat te kouwen nog. In plaats van alleen maar slikken. <laughs> ja. Ja. En dat, dat is wel um, apart als je dat uh, niet verwacht. Ja, mooi, mooi omschreven, kwakje. Ja, ja. ja. ja een soort kwakje. Ja, er nee. zijn ook anderen die hebben daar dan inderdaad, als je dat kwakje dan neemt, dan ja, het, het, het is kleurloos. Uh, een beetje stevige substantie. Ja, dan hebben ze de precies. Hammer op, hammer op. Bij. We hebben het beeld. We hebben het beeld. We ja, hebben het beeld. ja? ja, ja. Hey, um, Hoe meer, hoe beter. Uh, hebben we het al ook over gehad. Veel koolhydraten, misschien wel positieve ja, bijeffecten. Ja. Tot ook een, op herstel. Tot een limiet. Hè? Ja, tot je ergens op braken. En tot ja, die dus 90 gram. Dus dat was, we hadden net nog over. We eindigen bij Mathieu van der Poel. Waarvan gesuggereerd werd dat hij uh, tijdens de Ronde van Vlaanderen rond de 100 tot 120 had. Merk jij verschillen tussen jouw atleet? in de hoeveelheid die zij nou ja aan kunnen en waarop ze het goed doen zeg maar ja er zit wel verschil in um, en sowieso maakt het uit hoe groot je bent hoe ja. kilo je bent ja, ja, als jij groter is wel bent dat is een goede factor ja je kunt wel zeggen dat voor iedereen geldt uh, 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 zo nou, probeer richting die 90 misschien wel 100 te komen maar als je maar 50 of 60 kilo bent dan is het aantal gram Koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht ineens erg veel. Ja. En um, dan zit je waarschijnlijk een beetje te hoog. Dus je moet wel een beetje kijken naar je eigen gewicht. Uh, in relatie tot het aantal uh, uh, gram koolhydraten wat je inneemt. Ja. En ja, de ene kan inderdaad wel wat meer wegstouwen dan de andere. Maar dat is met gewoon eten ook zo. Ja, ja dat is niet anders. Zijn nee. er. Um... Tot jouw kennis bepaalde nadelen of risico's aan, uh, aan algemeen sportgels of uh, specifiek de gels iets, iets waar moeten we ja, voor Ja, risico's, risico's, weet je, wat, 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 wat dingen zijn? Het, het zijn allemaal koolhydraten, het zijn allemaal suikers. Um, het is altijd voor je tandjes. Ja. Is het wel een zuuraanval steeds. En als je dat, nou ja, hoe vaker je zeg maar uh, per dag een zuuraanval op je gebit hebt. Dat is niet zo heel goed. Nee. Dus um, wat ik dan zou uh, altijd wel zeggen is: als je dan zo'n gel hebt gehad, spoel het weg met water. Gewoon water. En dan heb je in ieder geval de meeste um, nou ja, uh, uh, zuuraanval weggespoeld daarmee. Ja. Ja. Dan krijg je een beetje een normale milieu weer in je mond. En dan is dat in ieder geval, kun je daar in ieder geval iets aan doen. Um, het is niet zo dat. Uh, nou ja, als je daar te veel van neemt, dat dat voor de gezondheid schade heeft. Nee. Het is te, ja, je, je kunt er in, in ieder geval niet lekker van worden als je te, je maag te vol wordt. Precies. Hè? Want dan op komt een, het ook weer aan dezelfde kant terug op. Ja. Ja. ja, direct word je misselijk. En uh, als je structureel te veel koolhydraten eet, word je gewoon uh, dik, ja. natuurlijk. En we hadden het over die, die studie, uh, die zul jij misschien ook wel kennen. Die Spaanse ultralopers, hè. Die uh, hebben ze een studie gedaan waarbij ze bewust die 120 gram in een uur hebben aangeboden tijdens zo'n... Uh, ja, eerst moesten ze daarop trainen. En toen bij een ultramarathon met heel veel hoogtebeters. En daar leken ze het in ieder geval minder spierschade te hebben de dag erna. En dat was eigenlijk wel echt nieuw, ja, nieuws. Omdat zij die vergeleken hadden dan met een, een, een 90 gram per uur en een 60 gram per uur. Dan dat je dacht, hé, hey, is, 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 is er meer aan de hand dan alleen maar het aanbieden uh, van... Nou ja, die, die, uh, die volle hoeveelheid die de darmen kunnen opnemen. Uh, Lees, zit er ook nog in het, uh, ja, het herstel-effect... eigenlijk een, uh, een voordeel van extra veel koolhydraten geven? Nou, ik ken wel zeg maar de verhalen dan van mijn eigen atleten, die dan. Nou ja, na, na zware training die ze gehad hebben, één dag, enkele dagen ervoor, dat ze pijnlijke benen houden. Ja. En. en um, dat zie ik wel vaak, dat dan een tekort is aan glycogeen in de spieren nog. Dus echt te weinig inname na die trainingen, zodat je eigenlijk je eh, glycogeen wat in je spieren wordt opgeslagen te laag zit. En dan hou je een soort ja, spierpijnachtig gevoel in je benen, omdat er gewoon te weinig energievoorraad is. Ja. En dus daar zou het zeker bij kunnen helpen als je dat gewoon steeds. Zorg dat je na je trainingen ervoor zorgt dat je niet naast eiwitten, waar er altijd wordt op gehamerd, maar ook voldoende koolhydraten inneemt, zodat die, eh, die glycogeenvoorraad ook weer gewoon op 100% komt. Ja, ja dit, dit, nu moet ik denken, ik heb in die studie niet goed opgezocht en ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben. Hebben ze inderdaad bij de, de, die ultralopers ook na afloop? Nog iets ja. gegeven, en misschien weet... hebben ze wel gezegd: Nee, je mag alleen maar eiwitten eten. Ja, dan snap ik dat diegene met honderd jaar. Maar en is het zeg maar hebben. hebben ze gescoord naar vragen van hoeveel spierpijn? Nee, heb ze hebben op? echt uh, creatine, kinaas en zo uh, spieren en okay. gemeten. En die waren in het bloed een stukje lager, dus er was ja, minder hmm. spierschade. Ja, ja, ja. ja. Hey, zullen we proberen een conclusie te maken? We hebben weer een uh, klassieke titel gemaakt. Mountain, zinvol of onzin, ongesponsord. Uh, laten we maar dan de voor's en tegen's uh, ja. tegen elkaar uh, af gaan wegen. Tegen is de prijs. Ja. Want Guido... Het uh, kost wat. Wat? Hè? Het kost wat, ja. 3 ja, euro per celletje. Ja, dat is veel. Dat is een grote ja, tegen. Dan denk je, god. En dan zegt die trainer ook nog dat ik eh, drie, <laughs> drie, drie uur uur moet wegtikken. Ja. ja, dat dan is denk uh, ik zo. Ja. dat gaat in de, in de papieren lopen. Dan kun je op een gegeven moment de vermogensmeter van koken denk ik. <laughs> ja, ja. ja, precies. En Misschien dan moet je dan, je dan gaan afwegen van ja. wat heeft er meer zin. Ja. Los van de prijs zien we nog okay. andere nadelen. Of is dit wel de belangrijkste? Ja, nou je, je moet dat afwegen tegen de voordelen als er als er één pas één studie echt laat zien dat bij die bij lopers op hoge intensiteit Prestatieverbetering. Ja, ja oké, okay, maar dat is dus wetenschappelijk objectiveerbaar. Ja. Ja. Dan hebben we nog de subjectieve beleving. Ja, nou ja, minder ik, zoet. Dus ik kan het blijven. Zoet, maar nemen. ik vind het niet heel lekker. Nee. Het moet ook niet het. Maar ik vind hoe je ziet is, is de dingen het? viezer. Ja, oké. Okay, okay. <laughs> je? Dus je moet het afzetten tegen de alternatieven. Ja, ja, maar ja, bananen vind ik nog steeds lekkerder. Exact. Ik denk dat ik ga neigen naar de conclusie. In heel veel trainingen hoef je niet met shells weg. Dat zeiden we net al, Guido. Het is natuurlijk vooral ook de draagbaarheid wat handig is bij hardlopen. Maar als je op je fiets ja. iets in een tasje ja. kan stoppen of wat dan ook... van je ja. achterzak, dan kun je natuurlijk prima vaste voeding meenemen. Ja. Dus als het niet nodig is, dan hoef ik überhaupt geen sportshells. Nee. Maar als ik wel aan de sportshells moet... of als ik nog eens een keer een marathon ja. in de toekomst ga doen... Ja. dan denk ik wel dat ik met deze jongens op pad ga. Ja. En dan, weet je, als je, dat, als je dat plan hebt... en je gaat dat in een wedstrijd waarin je echt... Heel serieus naartoe hebt gewerkt. Ja, nee, dan dus... moet je dat wel trainen, ga je niet Dan moet je natuurlijk. dat dus ook trainen ja. inderdaad. Ja 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 ja, 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 ja. ja, en anders, we, hè, zoals ik altijd bezig ben met, uh, uh, met, met, met sporten, ja, ik neem gewoon wat ik lekker vind mee. Ja. Um, en ik ga echt niet van jelletjes of zo meenemen. Want ja, weet je, ik, heb ook ik kan ook een krentenbol of iets dergelijks in de ja. zak stoppen. En dan heb je het gewoon over als je een stuk pittig gaat mountainbiken op de Heuvelweg. Ja, uh, ja, precies. En dan heb je dus ook goede zak op de fiets. Ja, koffie met appelgebak vind ik ja. ook lekker. Ja, exact. Nou, maar dat is wel de goede nuance, denk ik, dat we dit dus tegenkomen in een prestatiegedreven ja. context. Op het moment dat ik ja. een PR op een marathon wil gaan lopen uh, en in heel veel andere uh, fanatieke recreatieve sportsettings ja. hebben dit niet nodig. Nou, ik vind wel dat zij, ja, ze hebben het goed gedaan. Ze hebben hun product goed in die markt gezet. Dat ik ja. kan niet. Ja, het ja, is het ook wel vernieuwend, doen. hè? Wat het zei is je? ja. Het is, het is vernieuwend. Het is vernieuwend. Ja. Als ja. je zeg maar, vroeger de gels bekijkt en nu deze... dan is hij toch wel een stukje duidelijk beter geworden ja. en vernieuwd. Ja. 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 Alleen, ja, moeten, ja, precies. Maar ze hebben nog, nog geen concurrentie. Ze hebben een aantal topatleten zoals uh, Kipchoge en Jetsen erbij gehaald. Dat is natuurlijk heel slim om dat op die manier te doen. Ja. ja. Uh, de, maar ik ben benieuwd hoe, hoe het landschap er over uh, tien jaar uitziet. Zeg maar. Het is een dan, uh, dure, innovatieve oplossing... die je met een gerust hart kan toepassen als je het dat waard vindt, omdat het doel het dat rechtvaardigt. Ja. Maar laten we nou niet doen dat iedereen aan de Martenspotjels moet. Ja, misschien kunnen we nog inzetten bij het behangen. Als uh, behanglijn. <laughs> Want inmiddels nou. is mijn glaasje is de boel weer je lekker naar de bodem op, gezakt. Ja. <laughs> Smeer. Ja. Guido, ja. jij zei net al even uh, je moet dus ook als je dit in je bidon stopt op de fiets ja. schudden. flink schudden voor gebruik. Hè? Iedere keer ja, weer blijven ja, ja. schudden. Want anders zakt het allemaal wel naar je bodem toe. En dan denk je, ja, op. Maar ja, dan ligt er nog een, een ja. centimeter op de bodem. Dat eigenlijk uh, nog niet binnen. Van drill. Mooi. Gaan ja. we eruit? Is zeker. jouw uh, nieuwsgierigheid gestild, Jurgen? Ja, zeker. Zien we ooit zo'n mooie uh, witte doos uh, bij jou uh, op de keukentafel? Als daar slimmer presteren. Uh, ja, jij podcast, gaat van die doos zo? erachter. Oh, ja. Hè? Ja. Ga ik ga het toch even laten zien. Voor alle luisteraars, misschien heb je deze podcast uh, net nieuw ontdekt. Dit is uh, de, de grote doos: de, het slimmer presteren pakket. Uh, kun je bestellen als je naar onze webshop gaat: slimmerpodcast.nl/slash webshop. Kun je zo'n uh, mooie sportshirt uh, vinden of uh, een boek, hè. gezien het exemplaar van het maakbare uur. Of natuurlijk de uberhippe hippen wielermok, Kopje erbij houden en uh, lekker presteren. Dus, uh, eh, misschien nou. komt er dan straks nog een uh, in, in gel in, hè? Een uh, eigen gel? Ja, nou ja, deze, hè, weet je, dan denk je dan, Test nu je eigen gel en. Uh, wie weet ga je er ook harder van. We zijn geen Mathieu van de Poel, hè? Die had toch ook eigen, eigen sportvoeding ja, in de ah, webshop ja. voor Gold. Ja. Nee, weet je, wanneer we wel uh, die dozen gaan uitdelen volgende week. We hebben natuurlijk de Kijk. goodiebox met een hoop leuke dingen erin. Shimano heeft een mooie gadget dat ga je nog wel horen in de aflevering. We hebben van Black. Volmogenmeter. Hè? Nee, geen mogelijk spelen. Deze, een, uh, een, een Blackroll uh, trainingband uh, zit er volgende week in. We stoppen er natuurlijk uh, stickers in. Zo schoon proefpakketje zit erin. Nou, het doosje is al bijna vol. En uh, misschien nog wel wat leuke meerverrassingen. Dus dit is toch wel echt. Nou, dit is officieel de ene laatste keer dat ik mensen kan uitnodigen. Maar eigenlijk een soort van de laatste keer. Volgende week zaterdag hopen we jou van harte hier te zien in Leersum, 21 mei. De opnames van de 100ste aflevering alweer. We hebben volgende week nog de 99ste. Die komt op vrijdag uit en dan komen we elkaar op zaterdagochtend tegen. En dan gaat het gebeuren, Jurgen. Ongelooflijk, hè? Hebben ja, we er we zin het. in? Ja, heel veel. Ja. Misschien toch nog even op inhoud. Hè? Nieuwe luisteraars van deze podcast. Waar gaan we het over hebben die, uh, die ochtend? We gaan het die ochtend even over placebo. <laughs> Ik heb hier ja. een mooi voorbeeld liggen. Ja, <laughs> ja, precies. Dat is toch iets wat uh, regelmatig terugkomt. En uh, ja, we hebben uh, nou eenmaal te maken met atleten en zelfs uh, co-hosten van een, uh, een podcast. Ja. Die in mijn optiek toch best wel gevoelig zijn voor placebo. Ja, wie niet? Nee. En is ja. het verkeerd? Nee, helemaal niet. Nee, en nee. we gaan daar uh, lekker klassiek de wetenschap achter het placebo-effect induiken. Ja, uh, het met leuk. Guido, uh, die brengt daar ongetwijfeld mooie anekdotes in uit topatleten. We gaan een quiz spelen. We gaan elkaar ontmoeten. We gaan uh, de vloer aan luisteraars geven die vragen stellen. Worstenbroodjes eten. We gaan lekker lunchen met worstenbroodjes. Oh. En uh, we gaan daarna lekker recreatief, ik zeg het nog een ja. keer, op het gemakkie sociaal uh, sporten. Je kan fietsen op een wielrenfiets, je kan fietsen op een mountainbike of je kan uh, rustig mee rond rondje hardlopen. Ja. Uh, alle parcoursen heb je wellicht al gevonden, maar die zijn zo opgesteld dat je altijd halverwege ook kan zeggen: wow, wow, wow dit gaat niet goed of wat dan ook. Of een lekker band. Dan kan je zo terug naar het beginpunt. Bij mij ja. niet hoor, bij mij is het gewoon racen, geen zak. Ja, dat uh, klopt, Guido. En daarom heb ik iemand anders gevraagd om uh, ja. ook aan de achterkant van jouw groep te zorgen ja. dat er niemand uh, alleen achterblijft in het bos. Yes. Dat, dat vind ik prima, maar uh, er wordt niks. Ik neem, een, uh, ik neem een spijkertje mee en die uh, komt ergens in een band van jou terecht, Guido. Kijk, tuplus zeker. Ja! Kijk, heel Zit. goed. Nou, nou dan kan ja, ook weer bang wel wel Kortom, ga naar www.slimmerpodcast.nl/slash webshop en kijk snel of er nog kaarten zijn. Als het uitverkocht is en je wilt er toch heel graag bij zijn, stuur ons dan een mail, dan kijken we of we nog wat uh, kunnen doen voor je. En uh, anders uh, dan hoor je de opnames wel over twee weken in de podcast. En uh, we vinden het sowieso leuk als je reageert. Hè, uh, ben jij ook Morten fan? Of juist helemaal niet? Hebben we, zeg je, zeg je, zit je nu te luisteren met kromme tenen? Denk je, gasten, ik kan wel een reden verzinnen waarom dit onzin is? Nou, vertel het ons maar. Via social media, slimmerpodcast, zijn we op Twitter en Instagram. Je vindt van iedere aflevering een post. Die kun je delen. Kun je hartjes opgeven. En dan Kun je doorsturen. Kan je op reageren. Of naar onze website, www.slimmerpodcast.nl Vind je van iedere aflevering een eigen pagina waaronder je ook kan reageren. Die link kan je kopiëren door appen, doordelen, zorgen dat meer mensen profijt krijgen van deze podcast. Of als je zegt, ik doe niet aan social media, dan kun je ons ook mailen via post.slimmerpodcast.nl Dat is onze vaste riedel. Dan zijn we er weer doorheen deze ochtend. Guido, dankjewel. Oh, graag gedaan. Tot volgende week, Guido. Het rondje even nog een keertje verkennen. Dus, uh, je gaat even parcours het. verkennen hier op de MTB Tracks van Leersum. Zie je zo. Super. Hoi. 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 Nog even goed om te weten: wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast.